Noordijn, fuck. Ik ben net wakker geworden. First thing first is een to-do-listje maken van wat we allemaal vandaag moeten doen. Zodat we zeker niks over het hoofd verliezen. En dan beginnen we met werken. Nu dat we weten wat we gaan doen vandaag, is het belangrijk om een volgorde te bepalen van wat het belangrijkste is, wat we eerst moeten tackelen, wat het belangrijkste is om af te hebben en of er dingen zijn met een deadline. En dan gaan we zo een structuur maken zodat we weten vandaag, oké, als dit klaar is het beste dat we daar aan beginnen en als dit klaar is het beste dat we daar aan beginnen. We hebben een iPhone die in het water gevallen is. We gaan die even snel checken tussendoor. Een goede tip, als de iPhone ooit in het water valt, direct in een bakje met rijst liggen. En op die manier kun je toch je iPhone nog een beetje beschermen en dan hopen dat het vocht eruit is. A few minutes later. A little longer than a few minutes later. Eventually. Hij werkt weer. Get office. Is office, maar is coffee break. Ik ga nog een tijdje werken voor mijn eigen kantoor hebben. Nu is het gewoon beginnen als het doel is. Ik wil hopen dat hij af is. Alright guys. Ik ben eigenlijk tot het besef gekomen dat mijn vlogs super saai zijn. Ze zijn gewoon niet waar het moet zijn. Het houdt mensen niet zo in de kijk. En daarom dat we daaraan gaan werken. Ik en Alexandra, we zijn dingen aan het bekijken wat we kunnen doen om de vlogs interessanter te maken en om jullie gewoon wat meer te geven. Anyhow, ga ik nu even snel inkopen doen. Because I'm trying to live that healthy life. Ik heb terug een nieuw fitnessabonnement. Ja, fitnessen, ja, dat moet je paard gaan mee. Gezond eten. Alright, ik heb helemaal mijn to-do-list afgewerkt. Ik kan nu even koken. Healthy food, body, mind. And that's it. The next day. What up, what up? Alright guys, hoe belangrijk is het eigenlijk dat uw mind en body in sync zijn? Dat is de vraag. This a rolling, not a stop. Watch shit don't never stop. Body is natuurlijk niet alleen working out, maar het is ook gezond eten. That's why we're trying to work on that good food. Alright, we hebben nu dus al gebabbeld over de body. Hoe dat je de body verzorgt, maar hoe zorg je eigenlijk voor die mindset? Ik persoonlijk, ik probeer aan die mindset te werken door 1 vooral boeken te lezen. 2 door video's te zien op YouTube. En 3 naar podcasts te luisteren. Yo guys, dit is Effe. Ik heb net een meeting gehad met Effe. Wie bent jij en wat doet jij eigenlijk? Ik ben Effe, ik ben software engineer. Ik bouw apps, websites. Ik ben bezig met crypto en enjoy life. Alright, ik heb 1 vraag voor u. Ik zie dat jij vrij succesvol bent in alles wat jij doet. Hoe belangrijk is voor u body en mindset? Ik zeg altijd, ik investeer graag meer geld in mezelf, maar dan voel ik mij goed. Want de beste als ik mezelf niet goed voel, dan word ik niet wakker uit bed met een goede gevoel en heb ik niet de energie die ik nodig heb om effectief naar de volgende stap te gaan. Ik schrik eigenlijk om te zien, elke keer als ik met succesvolle mensen praat, hoor ik dat terug elke keer omhoog komen. Body and mindset. Dat is everything. Waar ben jij mee bezig? Ik weet niet, ik dacht, ah shit, ik ben er al. What's up? We gaan een keer kijken voor jou, voor alright. Antwerp en voor Fred Perry. Je moet weten, het is allemaal work in progress. I'm trying, maar het lukt niet altijd. En dat is vrij normaal. Alright guys, see you in de volgende vlog. En vergeet zeker niet te abonneren en subscriben en te liken. See ya! I tried to show. Yeah. 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 Yeah.